In de recente aflevering van het populaire Vlaamse televisieprogramma Liefde voor Muziek heeft Marthe de Pillesijn, bekend als een van de leden van K3, haar hart geopend over de uitdagende periode die ze doormaakte in de showbizwereld. Op slechts 27-jarige leeftijd deelde ze openlijk haar worsteling met de kritiek die ze ontving over haar uiterlijk, iets waar ze nog steeds mee worstelt. Ik heb nooit echt laten zien hoe diep die kritiek mij raakte, vertelde Marthe tijdens de emotionele onthulling. De sfeer van het normaal gesproken luchtige programma kreeg een serieuze wending toen Martha haar verhaal deelde, geïnspireerd door het nummer Traai van zangeres Colby Kaya, dat herinneringen aan die moeilijke tijd naar boven bracht. Toen ik bij K3 kwam, kwamen er plotseling zoveel meningen over mijn uiterlijk naar boven, deelde ze. Deze meningen waren niet altijd positief en raakten haar diep, maar ze hield een masker op naar de buitenwereld toe. Eigenlijk zegt dit liedje precies wat ik toen niet deed, maar nu wel, zei Martha over Traai. De situatie bereikte zelfs het punt waarop een Vlaams magazine een analyse van haar uiterlijk publiceerde. Op de koffer stond dat ik de minst aantrekkelijke van K3 was. Het nummer 3 heeft voor haar een bijzondere betekenis, vooral omdat ze het samen met haar broer Laurens heeft gekofferd. Toen we die koffer online plaatsten, kreeg ik echt een golf van positieve reacties. Dat deed me echt goed, deelde ze met een brok in haar keel. De kritiek op haar uiterlijk begon zelfs al voordat ze officieel lid was van K3. Zelfs Gert Verhulst maakte zich er schuldig aan, tijdens het programma K2 zoekt K3 merkte hij op dat haar ogen voor een droevige blik zorgden. Er werd haar zelfs gevraagd of ze hier iets aan zou willen veranderen met cosmetische ingrepen, waarop ze destijds antwoordde. Als dat ervoor zorgt dat ik vrolijker op de foto sta, waarom niet? Gelukkig kreeg Marte veel steun op sociale media na deze opmerking. Het delen van haar verhaal in Liefde voor Muziek heeft niet alleen Martens persoonlijke reis belicht, maar heeft ook het belang van zelfacceptatie en positiviteit benadrukt zelfs te midden van kritiek en uitdagingen in de showbizwereld.